Zullen jullie deze stoel? Die wordt alleen al gebruikt als er iemand in mijn kamer is die zegt: ik ga niet recht staan hoor, ik wil in een stoel zitten. Dus dan moet ik deze stoel gaan kapen, ergens anders in mijn huis. Er allemaal gaten in mijn muur omdat ik die door de gang moet sleuren en zo. Maar hey, it's probably worth it. Ik ben niet genomineerd voor geen enkele Vita Award, maar moest er een Vita Award zijn voor de prettiest girlfriend of a YouTuber, then I would probably win. Hello! Hallo Soepie! Voilà, dan hebben wij samen een filmpje op. Even een kort woordje van mijn vrouw. Sorry guys, dat ik niet in de lens was aan het kijken, maar wel in het schermpje. Guess I'm not a YouTuber! Vandaag neem ik een video op met mijn waifu. Zij woont hier achter staan, ik weet nog altijd niet waarom. In België is er zo'n heel ding nu en deze klimaatmars. Correct me when I get wrong. Ik ga je al moeten correcten. Twee gegevens. Er is het klimaatspijbelen en er is de klimaatmars die in het weekend plaatsvindt. Vandaag hebben wij het verhaal over het klimaatspijbel. Elke donderdag komen alle studenten op straat en dan staken zij en dan gaan zij niet naar school. Als ik nog naar school zou gaan, ik zou niet eens gaan staken, ik zou gewoon niet naar school gaan. Al de volwassen mensen zagen van, als het niet op schooldagen zou vallen, dan zou er niemand gaan. Weet je wat mijn mening daarover is? De meeste volwassen mensen die gaan staken, de enige redder omdat zij gaan staken is omdat ze er fucking veel geld voor krijgen omdat ze niet moeten gaan werken. So shut the f***! Maar de video vandaag gaat over iets veel leuker. My girlfriend here, my pre. Stop het, dat werkt niet. Ja, je moet in de mic praten. Hello! Maar je moet, weet je, in de... Zondag zijn er ook gewoon superveel mensen die komen en daar waren ook heel veel jongeren bij. Dus... That's it. And my girlfriend is pretty thing right here. We gaan het niet hebben over de fucking klimaatmars. Op de klimaatmars zijn er heel veel mensen die met hele leuke originele bordjes kwamen. Met leuke slogans op. En ik heb een collectie gemaakt van de domste, stomste, most insufficient leuke fucking slogans. Man, shout-out naar iedereen die school skipt om te gaan staken voor het... Shout-out naar iedereen die school skipt om te gaan staken voor het klimaat. Because we are ruining this fucking planet. Je hebt 19 of 20 gemiddeld of wel ergens. Universiteit, je smart as fuck. Eén van twee moet een diploma hebben, toch? Hij is fucking... Maar je ook een lolly? Nee, dank u. Ik heb cola. Ga straks wel. Sinaasappel. Er zijn veel appels. Mensen willen appel niet zo lekker. Jawel, niet nu. Alsjeblieft, it's... Stop! We gaan allemaal moeten terug... steken. Neem me zo eens. Neem ook eens. Ik heb een collectie gemaakt van leuke borden. Nummer 1. Maar red mij! Ik dacht dat er stond red mio. Dus ik zag deze. Het is een boterham met een hoofdje. Er zijn heel veel slogans die echt slaan op het klimaat. Maar die heb ik natuurlijk niet genomen. Want hey, what the fuck zou die hier anders zijn? Op het klimaat heb je hem niet door. Zij is de wereld, zo gezegd. Dat is toch saf? Waar? Nee, dat is gewoon een skeer gemaakt borre, man. Vier op 10. Dat is de planeet. 4 op 10. Oh man. Volgende. Smoke weedy, not the planet. Ik snap deze zelf niet zo goed. Ik ook niet en... The fuck smoke you the planet? Kijk, dat is wel leuk, bord. Als ik was gaan naar de klimaatmars, maar dat heb ik niet gedaan. Terwijl ze wel zeggen van, je moet ook gaan. Druk zo maar een groot bord, maar daarop... Creator code, Nathan XA zit. Hij deed thuis dan, alsjeblieft. Dan zou ik daar rondlopen, toet. Oh, je nog mijn wife zong, hoor. Dus ik denk dat je het nu al snappen, ze komen allemaal op straat in Brussel met allemaal borden. Na die eerste week waren er allemaal mensen die hele creatieve borden hadden gemaakt. En toen waren er mensen die dachten van, haha, mopje. En toen maakten ze hele leuke dingen, zoals... Don't be a hoe, don't fuck us. Als je reclame wil maken voor jezelf, op de klimaatmars. Niet op deze manier, man. Deze is nog niet eens zo seksueel getint, bro. Don't be a hoe. Nee, ze van... Don't fuck us. Ja, dan daarboven, go fuck a hoe. Maar wie is er een hoe? Ja, de politici, obviously, die ons naaien door het klimaat volledig te negeren. Zoals je ziet, het contrast is duidelijk. Diploma, zesde middelbaar. Wat zesde middelbaar? Wat hoop jij? Denken mensen dat je bent gestopt in zesde? Scam is helemaal niet gestopt in het zesde. Dat heeft hij mij wel wijs gemaakt. Wij pissen! Na een jaar... Wij pissen! Subtiel van onderwerp veranderen. Wij pissen in de douche. Waarover gaat dit? Ja, dit gaat over dat je niet de wc moet doorspoelen en daarom dus gewoon in de douche pist. Pissen meisjes ook in de douche? Hoe doen jullie dat dan? Alsjeblieft. Kan dat? Loopt dat zo langs jullie benen? Vrouwen plassen niet en gaan niet naar het toilet. Is een fact. Deze, ik dacht van, dat is een fucking nice selfie, man. Op de klimaatmars, met de maten. Die heeft haar nummer sowieso al geblokkeerd, man. Wat staat er op haar hoofd liggen, man? Nee, klimaat. Je bent verbonden met de mailbox van... Ik wil je... De volgende. Benzine zuipen,
is naar kanker kruipen. Dat was ook zo eentje dat ik niet snapte. Stel je voor, je hebt zo'n grote bord en je doet dat ermee. Dus is zo van die guys, haha, we gaan kanker op mijn bord zetten, dat is grappig. Van wie zou de inspiratie hebben? Creator code Nathan, ik zei ze. Volgende! Maar nee, nee, dat zijn lieve mensen. Nee, dat mag je echt doen. Het is toch een leuke foto, kijk die bril. Ja, okay, dit kan zo je leerkracht zijdeler zijn. Nee, nee, I'm not a fan. Het is goed dat jullie opkomen. I'm not a fan. Misschien is een andere bril. Ja. Nee, 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 nee. We're not bashing people. Volgende. Maar dat is wel zo, snap je. Dat is niet eens waar. Dat is niet eens waar. Ja, rustig. Arrête de niquer ta mère. Ik wil gewoon zo iets Frans zetten, omdat ik schelden in het Frans heel leuk vind. Noem jij het ook zo. Arrête de niquer ta mère. Arrête de niquer ta mère. Stop met je moeder te neuken. Een homoniem? Zo twee woorden. Je mijn hoofd toe bij iemand. Mère, maar één E meer is moeder. Dus arrête de niquer ta mère. Hallo. Hoe je zijn nudes toe. Hoe is dit? Arrête nee. De niquer ta mère. Oké, guys, next. Wat welk was de uw moeder? Ja, daarboven staat er iets. Je bent echt erg. Je knipt precies alles af en dan. Oh my god. Uw moeder. Het gaat niet om die dingen met het toch? Uw moeder. Maar er staat daarboven toch nog iets. Ja, maar de foto is veel toch? Destroy my pussy, not the earth. Sad pussy face. Ik denk dat dat meisje het wel zwaar te verduren heeft, hoor. Ja, ik denk dat dat meisje het ook zwaar te verduren heeft. Waar pussy al gedestroyed zijn? Stop. Who knows? Volgende. Oh. Oh, next one. Deze vond ik pretty fun. Nemo? No mo! Ja, die is mooi. Die is echt mooi. Die is echt mooi. Nemo, no mo. Reduce jullie uitstoot van jullie huis. Stap over naar aardgas. Daar gaat de klimaatmars en de klimaatspelen nu rond. Het is wel cute dat je I try. De verantwoordelijkheid bij het individu legt. Maar het gaat over de multinationals die gewoon altijd een omweg kunnen nemen. Waardoor dat ze zich geen zak moeten aantrekken van het klimaat. En dat is het probleem. Fuck McDonald's. Oeh, dat was een good one. Oh, alright, next one. Niet kijken, niet kijken. Uw moeder, zie je? Het is zo, er staat gewoon uw moeder. Ik had gelijk, I'm a smart boy. My boobs are huge. But so is my... Zijn dat? Semi, man. Maar ja, je kan dat niet zien. You never know. What's in your knee? Dat is echt waar, hè. Ik bedoel, sommige mensen, zo'n meisjes, die gaan dikke kleding en dan... Ik zie ineens in het topje en dan denk ik, wow. Wow, you got some big watermelon. Ja, ja, ja. School boeit me geen ene piet, zolang het klimaat er maar goed uitziet. That's why I quit school, because it didn't care me a piet. Next one, ik vond deze wel leuk. Ja, ja, die is heel leuk. Oké, okay, next one. Mooie, niet kijken, want je kan dat niet zien. Ja, jawel. What the frack, man. Wat met ons diploma zonder toekomst? Ja, that's why I quit. Eat dick. Je kan echt niet. Eat dick. Maar dan staat er achter waarschijnlijk. Waarschijnlijk niet. Ja. Eat dick. Je kan echt niet het feit dat je geen diploma hebt hierop steken. Jawel, het is wat fucking klimaat, man. Eat dick. Size does matter. Nee, dat is niet waar. Oh, zo'n anders zouden we niet meer samen zijn. Is een joke. It's sad because it's true. Right. Save trees, not assholes. Ja, correct. Eat ass. Er zijn veel mensen die zo grapjes en verwijzingen hebben gemaakt naar konten. Ik snap er helemaal niks van. Red onze wereldbol of kus mijn hol. She asking to eat the ass. Waarom trekt iedereen die seksueel getinte boodschappen door naar het individu? Like... Omdat ze wel in haar reet gelikt. Nee, kijk, nog een beetje, nog een beetje. Nee, alsjeblieft, nog een beetje. Nee, nee, nee. Maar misschien vindt ze het wel leuk. Nee. Letterlijk alle topcomments waren zo... Ja, met zo'n spreuken vraag je er echt wel om. Ja, maar wat als dit meisje wel gewoon in haar reet gelikt? Ja, dat is een grapje. I love you. Ik probeer je net een heel punt te maken. Yes. Zou je je eigen moeder naaien? Deze vond ik dat wel goed. Ja, dat is beautiful. Kijk hoeveel werk ze gestoken hebben in de continenten, juist schilderen. Australië is wel verdwenen. Rip Australië. Piustien, laat haar tetten zien. Wie is Piustien? Dat is een school in Antwerpen, als ik me niet vergis. What the fuck is het idee hierachter? Dat weet ik echt niet. I like it. I think it's very nice. De prijs van het lelijkste bord gaat naar die guy, man. Is het deze? En hij weet het echt. Je ziet het echt als hij gezegd dat hij ik vind deze wel hard, man. Even een snel bordje, man. Creator code naar TXA zit? Probably. That's nice. Heb jij dat gedaan? Nee. Ik speel toch geen Fortnite, ik speel Uno. Dat is niet even matter. Daar is hij weer. Wat met ons diploma zonder toekomst? Stop gewoon met school. Het heeft hij net. Het is duidelijk. Het klimaat is geneukt. Quit.
scholing. Het heeft wel nut, want het is heel duidelijk dat de politici niet luisteren naar 16, 17-jarigen, jammer genoeg. En daarom maak ik deze video. To raise awareness. Als je met een papiertje kan zwaaien waarop er staat dat je, ik weet niet wat, hebt gestudeerd, zouden ze wel een keer rapper durven luisteren. Hoe erg dat ook is, het is gewoon de wereld in elkaar. Maar ze luisteren ook naar mij. Hello politici. Start listening to us. Hè? Of we gaan de donderdag nooit meer naar school. En daarna de fucking vrijdag. En de hele fucking week. En dan zijn alle leraren weer kwijt. Oepsie. Kids Next Door, man. Heb je ooit Kids Next Door gekeken? Nee, de jeugd tegen de fucking volwassenen. We gaan fuck, kom op. Daar is je weer. Allee. Ik doe uit. Och, harmer die mensen. They didn't ask for this. Save maar de V. Ja. Waarom skip je school op donderdag? Safe. En wij gaan zelf ook, hè? Wij gaan ook. Ja. Jij is een stupid eigenlijk. Welke foto van het klimaatmarkt vond jij nu het leukste? Ik denk, hij heeft er niet iets aan meer. Ik vond de leukste toch wel... Uw moeder! Wij zijn ook op de klimaatmars. Op Valentijn gaan wij daar ook met een bord staan. Oeh, ja. Creator Code, natuurlijk is Ace. En zij ook met een groot bord. Creator Code, natuurlijk is Ace. En blijf gaan. Blijf gaan. Blijf gaan. Ik weet dat dat dom is omdat wij allebei niet meer in het middelbaar zitten. Maar keep going. Maar ja, we gotta make a fucking change. We moeten echt blijven gaan. Meneer mij, most people go van all the YouTube. So. En ik wil zeggen, smash het duimpje omhoog. Don't forget, eat dick. Uw moeder. Als er nog klimaatmarsen zijn, zoals mijn vriendin zegt, keep going, blijf gaan, maak hardere borden. Ze moeten aan It's ons denken. Huge. It's for us. The world is ours. Oh my god. Ladies and gentlemen, dank u wel om te kijken. Laat een duimpje omhoog te smashen. Ik zie jullie op 14 februari in Brussel. Ik ga gewoon een paar van de creator code aan het eind zetten. Bye! Oh my god!